naam is Nika Voets. Ik ben advocaat stagiair op de sectie ondernemingsrecht bij Knapout. Tijdens de studie kwam de advocatuur al af en toe naar boven. Toen ben ik stage gaan lopen bij Knapout in mijn derde jaar bachelor. En toen eigenlijk voor het eerst kennis gemaakt met de advocatuur. En eigenlijk direct erg enthousiast en nooit meer weggegaan. Knapout is voor mij een heel prettig Rotterdams kantoor. Direct persoonlijk contact met klanten. Binnen kantoor is iedereen toegankelijk en is dus weer fijn. Als advocaatstagiair zijn je werkzaamheden denk ik heel wisselend. Je assisteert de partner waar nodig op het gebied van stukken schrijven, memo's schrijven, jurisprudentieonderzoek, maar ook overleg met de partner of de advocaat waarmee je werkt, hoe een bepaalde procedure wordt aangepakt, hoe je dat gaat verdelen. Dus eigenlijk iedere dag is anders. Het feit dat je klanten, ondernemingen kan helpen bij ieder probleem wat ze tegenkomen, vind ik iedere dag weer een opnieuw leerzaam. De cultuur bij Knapout is denk ik heel open, persoonlijk. Ik denk dat het een hele fijne sfeer is waar iedereen tot z'n recht komt. Ik denk dat iedereen zichzelf kan zijn, dat iedereen bij elkaar terecht kan wanneer je een probleem hebt waar je zelf niet uit kan komen. Of dat nou binnen dezelfde sectie is of binnen andere secties. Iedereen zegt waar het op staat. Het is een duidelijk kantoor naar klanten en binnen kantoor is denk ik heel duidelijk waar het op staat. En wordt er niet om dingen heen gedraaid, worden geen spelletjes gespeeld. Ik denk dat Knapout aan het begin van een groei staat in de markt en intern. Veel jonge mensen, veel nieuwe energie, veel mogelijkheden tot groei. En mijn bijdrage aan de groei van Knapout is dat ik net ben begonnen. Dus wat dat betreft ook aan het begin van mijn carrière sta. En daarbij hopelijk zoveel mogelijk kan bijdragen aan kantoor.